Dit is de Wall Relief, een beeld uit 1955 van Henry Moore. Dit beeld is bijzonder voor Rotterdam, want het maakte deel uit van het zogenaamde bouwcentrum. En dat was echt, je zou kunnen zeggen, het zenuwcentrum van de wederopbouw van Rotterdam, maar ook van Nederland. Het bouwcentrum is in allerlei verschillende delen gebouwd. Het oudste is daarachter, is een heel mooi rond gebouwtje. In 1955 wilden ze het uitbreiden, omdat de wederopbouw die nam zo toe in omvang. En de behoefte aan kennis en tentoonstellingen over nieuwe bouwmaterialen nam toe. Dus het bouwcentrum moest een uitbreiding krijgen. Toen heeft de Nederlandse baksteenindustrie, die hebben gezegd, dan willen wij wel een kunstwerk betalen van een beroemde buitenlandse beeldhouwer. De architect van het bouwcentrum, Joost Boks, die zei, oké, dan vragen we Henry Moore. Oké, zei de baksteenindustrie, maar het moet wel van baksteen, want wij zijn de baksteenindustrie. Dus toen werd Henry Moore eigenlijk gedwongen om niet in zijn gebruikelijke natuursteen of brons iets te maken, maar met een materiaal wat voor hem volkomen vreemd was, en dat was namelijk baksteen. Dit is helemaal in het begin van het proces, in 1955. En dan schrijft Henry Moore nog aan Boks: I know you will have a big problem in translating my design into brick language, especially to keep as many of the refinements as possible. But I am sure that you will do your best and I shall look forward very much indeed to seeing in a few weeks time your first results. Dus dat ging zo tussen twee van die vakmensen. Die stuurde briefjes heen en weer. Ondertussen waren er twee van die oude metselaars die nog dingen het vak hadden geleerd, niet in de tijd van de wederopbouw, want toen ging juist alles industrieel, dankzij het bouwcentrum trouwens. Dus deze twee mannen, die konden ook echt bijna als een soort beeldhouwers, konden die ook metselen. Zo'n beeld interpreteren. Je ziet eigenlijk twee soorten vormen in het beeld. Eén soort die zie je vooral bovenin en onderin. Dat zijn echte architectuurvormen. Dat is een beetje hoekige uitstulpingen in de vorm van blokjes, et cetera. Dat is echt metselwerk. En daartussen zie je een soort hele organische vormen. Alsof er een soort lichamen of delen van lichamen van achter door die muur heen zijn gedrukt. Gekke vormen, die mensvormen, waar komen die eigenlijk vandaan? Nou is er in de periode net daarvoor, tijdens de Tweede Wereldoorlog, woonde Henry Moore in Londen. En Londen werd net als Rotterdam, alleen dan veel langer, achter elkaar gebombardeerd. Toen Henry Moore in Londen woonde, heeft hij ontzettend vaak de metrotunnels op moeten zoeken, want dat waren de schuilplekken tijdens de Blitz. En toen heeft hij een serie tekeningen gemaakt van mensen die schuilden in dat hele donkere metrotunnels, heel erg weinig verlicht. Allemaal mensen die schuilden in die vaak hele koude, natte plekken, bedekt met dekens en jassen, et cetera. Paardendekens lagen die mensen tegen elkaar aan. Je ziet diezelfde vormen eigenlijk in die tekeningen als die je ziet op dat beeld. Mensen die tot een soort vormpje zijn gereduceerd, alsof ze al begraven zijn. Je ziet alleen nog maar hun contouren, je ziet een soort bobbel. En dat is het enige wat er van de mens over is in die verschrikkelijke, harde, bedreigende omgeving van de stad tijdens de oorlog. Het is heel waarschijnlijk dat die ervaring en die beeldtaal van die tot een soort vormpjes gereduceerde mensen, dat die uit die ervaring van het eveneens gebombardeerde Londen over is gebracht naar dat beeld in Rotterdam. En als dat zo is, dan is het beeld wel heel bijzonder. Dan is het dus niet zomaar een soort mooi, decoratief, puur abstract kunstwerk wat alleen maar viert dat er in Nederland zo mooi gemetseld wordt of dat de wederopbouw zo geweldig is. Maar dan vertelt het ook een droeviger verhaal en een veel kritischer verhaal over de verhouding tussen mensen en architectuur.
zelf blijft staan, maar alles eromheen wordt afgebroken. En dat is natuurlijk heel gek, want het is ook niet alleen een beeld in de vorm van een muur, maar het is ook echt een muur van een gebouw. Hij blijft daar staan, alleen er komt een nieuw gebouw omheen. Dus dan wordt het eigenlijk nog gekker. Dan wordt het net alsof dit beeld is toegevoegd aan een splinternieuw gebouw, maar in feite stond dit beeld er al en is dat splinternieuwe gebouw waar kantoren en woningen en een hotel etc. inkomen, dat wordt er als het ware omheen gebouwd. Die plek op straat waar het kunstwerk aanstaat, wordt beter. Die stoep wordt breder en er komen bomen, et cetera. Dat wordt allemaal beter. Aan de andere kant komt dat ding in een gebouw te staan, wat veel en veel groter is. Echt een overweldigend gebouw wordt dat. Dat lijkt me niet per se goed voor het beeld. Want het beeld kwam echt bijna tot boven in het gebouw. Het was echt monumentaal aanwezig. Het was echt een monumentaal beeld. Wat ook slecht is voor het kunstwerk, is dat het niet meer die ontzettende logica heeft binnen zijn omgeving. Dus het is niet meer dat je daar een baksteenmuur ziet en daar, en die waar je recht voor staat, die is een kunstwerk geworden. Dat heeft het niet meer. Dus het wordt een fragment. Met name de architectonische betekenis van het beeld, die verlies je gewoon. Desalniettemin wordt het beeld waarschijnlijk nu door zijn nieuwe omgeving zichtbaarder, gaan meer mensen het zien en als een autonoom beeld gaat het wat betreft publieksbereik er denk ik wel iets op vooruit. Maar ik blijf er een heel ambigu gevoel aan overhouden.